Hallo, leuk dat je kijkt naar een nieuwe video van Karo's Kaartjes. Ik heb twee leuke kaartjes gemaakt met de Everything is Rosy Product Medley. Ja, het is niet een kit, maar een product medley. En er zitten een heleboel leuke papiertjes in met goudfolie. En aan de andere kant zit geen folie. Dus je hebt één kantje met bling en aan de andere kant niet. Er zitten leuke labeltjes in en er zitten uitdrukstandjes in en je krijgt foliekarton. Er zit echt een heleboel in leuks in deze product medley. Er zit ook rose gold shimmer paint in en daarmee ga ik zo meteen aan de slag. Want ik ga mijn eigen achtergrondpapiertje maken en ik wil jullie graag laten zien hoe je dat doet. Hiervoor heb je nodig een blenderpen. En natuurlijk de Rose Gold Shimmer Paint. Die zit in de kit. Verder zit er ook nog in de kit mooi, super mooi lint. Twee rollen. En de Everything is Rosy Stempel Set. Oh, dit zijn de verkeerde. En de bijpassende stansjes. Je ziet, ik heb ze al lekker gebruikt. Even die afhalen. Zo. Dus deze passen perfect bij bijvoorbeeld die past op de bloem. En dit is heel mooi filigraan. Als je het uitstanst in het goudfolie, dan krijg je zeg maar dit, maar dan wat langer. Want ik heb hier gewoon een stuk afgeknipt. Goed, dat is even in het kort de Everything is Rosy Kit. Vandaag wil ik dan daarmee een kaartje maken, een beetje vergelijkbaar met wat ik je hier laat zien. En ik ga echt vanaf nul beginnen, dus dan kan je zien hoe ik een kaart maak. Goed, ik heb hiervoor een donkerblauw karton, de Nice of Navy. Ook van Stamping Up. Stamping Up heeft mooi glad karton. En daar, dat vind ik altijd heel fijn. Zelf vind ik het altijd fijn om de rand aan de bovenkant te hebben. Je kan hem ook aan de zijkant maken. Je kan dus eigenlijk op twee manieren een kaartbasis maken. Je kan hem zo maken dat hij aan de bovenkant is. Dan ril je hem op 14,8. Dat is hier. Zo, dat ga ik zo meteen doen. En wil je hem zeg maar aan deze kant. Even kijken of ik toevallig een voorbeeld heb liggen waarbij die aan de zijkant is. Dat je een beetje een beter idee krijgt. Zeg maar dat hij zo open gaat. Dat kan ook. En dan ril je je hele karton in de lengte op 10,5. Maar vandaag ga ik dus de lange kant tegen de rand aanleggen en dan ril ik hem, ik kom het even goed leggen jongens, hop, op 14,8. Nou heb ik mijn rilmesje er even uit, dus ik doe even met een vouwbeen zo. Doen we niet moeilijk over. Gaat het niet zoals het moet, dan moet het maar zoals het gaat. Zo. En wat ik dan altijd doe, ik heb stiekem twee snijmachines. Ik pak mijn grote hakmes erbij. En dan leg ik de kaart op 5,5 inch. 14, wat is het? 6. En dan snij ik hem netjes af. Ik snij hier een randje af. En dan snij ik hem op 4 inch af. Zo. En dan doe ik dat nog een keer. Sorry, ik moest even niezen. En dan heb ik dus twee basiskaarten. Met één stuk A4 karton en een klein beetje friemels over. Maar dat betekent wel dat mijn kaarten mooi strak zijn. En daar hou ik van. Ik vind het nooit zo mooi als ze zo over de rand zijn, zeg maar. Goed, dan ga ik het wit snijden. Eens even kijken, waar heb ik mijn wit papiertje gelaten? Hier.
Dat doe ik met Whisper White, want hier ga ik zo meteen met de paint op doen. En dit is een heel mooi glad papier. Het is iets dunner dan het karton. Hier kan je ook heel mooi op stempelen. Het is speciaal door Stampin' Up! Vervaardigd om de mooiste stempelafdrukken te krijgen. Dat de inkt mooi op het papier overkomt. Even kijken, want ik heb hem dan op 4. Dus dan ga ik hem afsnijden en stiekem pak ik dan ook weer deze. En dan snij ik hem af op 3/3/4 inch, dat is 9,5 centimeter bij 5,5. Want als je met inches werkt, dan doe je altijd een kwartje minder. En dan heb je altijd precies een mooi randje. Ik zal er nog eentje snijden voor als het misgaat. Je weet het maar nooit. Of voor de tweede kaart. Maar voor nu ga ik er zo meteen één maken. Dus dit kan even aan de kant. Goed, dan heb ik mijn basis klaar. Pak ik even mijn stoel. Ga ik er even bij zitten. Want ik, als ik ga snijden, dan sta ik altijd liever even. Ik pak mijn paint. Want we gaan nu het leuke werk doen. We gaan lekker kliederen. Voor de gestippelde achtergrond ga ik werken met de Rose Gold Shimmer Paint. Dus even bedenken hoe het ook weer heet. Dit ga ik goed schudden. En dan ga ik zo meteen met de blender pen ga ik dat uit het dopje vissen. Het is handig om van tevoren even te oefenen met het stipje zetten. Dan heb je een wat vastere hand. Nou, ik hoop dat het goed gaat. Je zet een stipje in het midden. En dan aan allebei de kanten ongeveer even ver zet je nog een stipje. Ik kan nu niet zo goed zien omdat ik niet helemaal recht boven hang. Dus ik hoop dat ik recht ga. Waarschijnlijk niet. Maar goed, het zij zo. Dat is altijd lastig als je een camera erboven hebt. Dan ga je ongeveer evenwijdig weer een rijtje erboven zetten. Zo. En dan ook weer daarboven. En het is makkelijker om naar beneden te werken, dus ik ga nu even hier verder. Zo ga je dus iedere keer in de ruimtes ertussen, maar net een regeltje verder, ga je ze opvullen. Als je het lastig vindt om evenwijdig te werken, kan je ook hulplijnen zetten. Maar goed, het is een achtergrondje en daarbij, het is handwerken. Je mag ook wel zien dat het gewoon iets handgemaakt is, toch? Tenzij je helemaal precies wil werken, ja, dan moet je het met hulplijntjes doen. Zo. Pak elke keer een beetje inkt uit de, of tenminste inkt, verf uit het dopje. En dan zet ik een stipje met het puntje. Weer een lijntje verder. En probeer dan een beetje evenwijdig die puntjes aan te houden. Zo. Beetje een raar puntje. Zo. Nou, dan draai ik hem om. En dan maken we deze even, kant even af. Ik zal het even wat sneller doen voor de video. Het duurt het lang zo lang. Het is op zich, als je lekker bezig bent, is het best rustgevend om te doen.
al die stipjes zetten. Gewoon niet te veel over nadenken, gewoon lekker stippen. Het is net Bob Ross. Gewoon waar jij voelt of waar je hem neer wil zetten, daar zet je er gewoon eentje neer. Die man kon ook altijd zo heerlijk rustgevend vertellen over wat hij aan het doen was. Zo, nou, ik laat hem voor nu even zo. Kijk, waar heb ik dat dopje nou gelaten? Oh jee. Nou, dit is in ieder geval het dopje van mijn blenderpen. Maar waar is het dopje? Oh hier. Natuurlijk, daar zat ik natuurlijk mee te werken. Meestal als je dingen zoekt, staan ze voor je neus. Tenminste, bij mij wel. Goed, dus dan is dit één. Oh, zie je het? Ik heb hem te lang afgesneden. Ze moeten zo even ergens een stukje afhalen. Dat komt zo goed. Even kijken. Dan heb ik een designpapiertje nodig. Want ik heb natuurlijk nu mijn stipjes. En dan ga ik mijn designpapiertje pakken. Dan gebruik ik het ook maar gewoon even voor het gemak hetzelfde. En wat ik dan ga doen, ik ga hem een beetje schuin afsnijden. Ik wil hier een klein stukje en hier wat breder. Dus ik ga hem gewoon een beetje zo leggen dat ik denk van nou, hij is een beetje schuin. Hoppakee, niet te veel over nadenken. Afsnijden. En dan kunnen we dat zo meteen zo hier opleggen. Ik heb nu een iets kleiner randje als de vorige keer. Kijk, toen had ik hem iets breder. Maar zo komt hij iedere keer weer anders uit. We hebben ook nog een randje nodig van de Rose Gourd. Van. Nu heb ik hier toevallig nog een randje liggen. Als ik dan zo'n velletje folie heb, dan leg ik dat zo in mijn snijmachine. En dan heb ik hier dat randje. Tot het eind van het bruine, zeg maar. Of grijzig bruin, wat is het? En dan snij ik dat zo af. En dan heb ik precies zo'n mooi stripje. Dus dat is even het idee. Dan snap je wat ik bedoel. Maar goed, voor nu heb ik er dan al één. Dat is lekker makkelijk. Eens even kijken. Want ik wil stempelen. Maar ik ga eerst maar even dit op maat snijden, denk ik. Ik heb een 5-3-4 gesneden. Ik moet op 5,5. Weet je, dan draai ik hem om. En dan doe ik hier mijn papiertje. En dan heb ik optisch aan de onderkant gewoon mijn stippeltjes. Eens even kijken, want dan heb ik hier leuke labeltjes. Kijken of we daar iets van kunnen gebruiken. Dit is misschien wel breed. Misschien zoiets. Zoiets leuker is. Kijken even en misschien dat ik nog even een rondje stans. Ja, ik heb nog een stukje donkerblauw over. Dan pak ik mijn stitched framelits. Even kijken welke had ik gebruikt. Deze. Kijk, ja, die is denk ik wel goed. Plaatje erop en draai maar. Wat chic idee. Dit kan weg. Weer aan de kant.
Kijk even alles opruimen. Deze weer even terug. Ik ben me aan het aanwennen om gelijk mijn spullen weer op te ruimen. Want anders ben ik alles eigenlijk weer kwijt. En dat is zo lastig. Zo. Even kijken. Dan. Je hebt wel in de gaten dat ik niks plak. En dat doe ik altijd als laatste. Ik plak altijd pas alles als ik weet hoe ik het heb. En hoe ik het hebben wil. Zo. Zo is denk ik goed. Dan ga ik nog even een leuke tekst stempelen. May your birthday be filled with pretty things. Nou, dat lijkt me wel een leuk tekstje. Oké. En dan heb ik nodig blauwe inkt. Of zullen we roze doen? Dilemma, dilemma. Nee, ik doe blauw. Dat is wat rustiger. Zo, leg ik hem even op mijn roostertje. Zo hier, dat die recht ligt. Recht stempelen is toch altijd nog een kunst. Even goed inkten. Dan. Hoppakee. Ja, gelukt. Gelukkig. Dekseltje er weer dicht. Blokje aan de kant. Even daar wegzetten voordat alles onder zit. Zo. Nou, zo wordt hij toch helemaal leuk. Dan gaan we plakken. Tombow erbij. Nee, ik ga eerst deze plakken. Even meten, meten zweten. Schudden. Hij doet het niet. Gelukkig staat er nog één. Kijken of hij het wel wil doen. Nou zeg. Het geheim van de Tombow die het niet doet. Het zijn allemaal leeg. Te veel gemaakt. Oh jee. Nou, hoe kan dat nou? Nee, deze moet het wel doen. Dan zet ik hem ook nog te mollen. Nee, die ga ik niet riskeren voordat ik alles onder smeer. Even kijken of ik wat anders in de buurt heb. Ja, kijk. Komen er wel. Ja, deze doet het. Ja, dat heb je als je veel maakt, hè. Dan staat er wel eens iets wat op is. Of meestal gooi ik het gelijk weg. Even kijken. Maar soms dan ben je druk geweest en dan is het af. En dan moet je snel weer andere dingen doen. Zo. Even goed vastplakken. Dan mijn master schaar. En dan knip ik dat zo mooi recht af. Moet ik wel recht knippen. Zo. Dat is Uno. Oh jee, welke was het nou? Deze moet even weg. Die deed het niet. En dan, als je met Tombow dat folie gaat plakken, het is eigenlijk beter aan te raden om dat met tape te doen. Maar dit is vrij dun stripje voor tape. Als je gaat plakken, plak het dan op deze manier. Eerst lijm en dan de folie erop leggen. Want anders zit heel dat folie onder de lijm. En probeer ook, als je lijmvingers hebt, om je vingers te gebruiken waar geen lijm aan zit. Want kijk, daar gaat hij dus al. Als er dus lijm op die folie komt, gaat dat reageren. En dat is zo een beetje jammer.
Nou goed, zie gelijk wat er gebeurt. Hopske, stukje eraf. Die ook. Nou, dan kunnen we dit bord plakken. Op de basiskaart. Er even bij staan. Ik kan echt niet zien wat ik doe. Zo. Dan plakken we die erop. Onder van die bloemen eigenlijk. Zo. Maar ja, ik kan niet alles hebben. Even kijken. Ik heb nog een grote dimensional. Vast wel ergens. Ja. Topje erop, Karo. Dan droogt hij uit en dan komt er niks meer uit. Dat zag je net. Hop. Zo. Nou, dat is helemaal leuk toch? Even kijken. Ik vind hem zo eigenlijk al heel leuk. Maar als je dan echt niet. Als je het echt nog te kaal vindt. Of dan zou je eventueel nog een bloemetje hier, hier kunnen doen. Of, maar ik vind het eigenlijk zo in de eenvoud. Eigenlijk wel mooi. Ik ga even met mijn vinger een beetje dat lijn proberen eraf te halen. Zo, beter. Nou, en dan heb je drie gestipte kaartjes met een eigen gemaakt achtergrondje. Ik hoop dat je het leuk vond om te zien hoe je dat zelf kan doen. En zo zie je maar, het hoeft niet helemaal perfect te zijn, want als het is een achtergrond en dan met de rest erbij komt het helemaal goed. Alle materialen die ik heb gebruikt zijn van Stamping Up. De Everything Rosy Kit is alleen in mei verkrijgbaar. Mocht je Stampin' Up producten willen bestellen, dan kan dat ook via mij. Ik zou het leuk vinden als je nog geen demonstratrice hebt om jouw demonstratrice te worden. Stuur me gerust een mailtje op karoskaartjes@hotmail.nl of shop gezellig in mijn webwinkeltje. Ik zou zeggen tot stempels, tot de volgende keer. If you wanna play, make it a better place. It'll take creation, imagination. Try to draw outside the line. Let us see inside your mind. You'll find inspiration.